Dit zoeken in de niet-archieven heb ik gedaan van 2004 tot begin 2009. Toen ben ik met gestopt en dat had eigenlijk een aantal redenen. Een van de redenen was dat inmiddels veel meer surveys actief werden, waardoor het veel moeilijker werd om nieuwe objecten te vinden nog in die niet-archieven. Heel vaak bleek dan toch al wel detecties van het object gedaan zijn door een van de andere surveys. Een andere reden was dat ik in 2008 met een nieuw onderzoeksproject begon, namelijk de universiteit, een archeologisch project, waardoor ik gewoon minder tijd hiervoor overhield. Niettemin, in die jaren dat ik dat gedaan heb, heb ik uiteindelijk 55 meebelt, hoofdbelt, hoofdgordelplantide ontdekt. En in dit geval beperkt ik dus het object die ook echt daadwerkelijk gepubliceerd zijn in de Minor Planet Circulars, die dus echt meer opnachten hebben. En daarnaast ook nog Jupiter-Trojanen gevonden. Dit zijn allemaal objecten die dus bevestigd zijn waarvan die bepaalde baan hebben. Ja. Het is wel zo dat er zijn 3, 4 die weer toch weer als verloren beschouwd moeten worden. Dat zijn objecten die ik vrij korte waardeboog destijds in 2002 data heb kunnen vinden. Die hebben dan een waardeboog van een week of 2 weken. Zijn daarna om een van de redenen niet meer waargenomen. En dat betekent dat na 10 jaar worden die onzekerheden zo groot dat ze dan tijdelijk tot uit de publieke catalogus worden afgevoerd, totdat ze weer een keer gedetecteerd worden en dan komen ze weer terug. En dan doen ze ook gewoon weer mee. Maar er zijn dus een paar die verloren worden beschouwd, maar er zijn dus ook weer behoorlijk wat. Ik zal er straks nog meer statistiek van zien die inmiddels wel heel veel waargenomen zijn en ook een permanent nummer hebben gehad. Nou ja, dat was 2009 was voorlopig even het einde van mijn activiteiten met het ontdekken van planetoïden. Ik zeg voorlopig omdat ik er deze zomer weer mee begonnen ben. Maar niet het einde van mijn activiteiten rond de planetoïden op zich. Omdat ik op een gegeven moment gebruik maak van een ander nieuw fenomeen dat ook met het internet te maken heeft. Verder ben ik gegaan met het doen van astrometrie, metingen aan planetoïden. Op een gegeven moment kwam het fenomeen van de remote telescopes. En sommige mensen hier gebruiken dat misschien zelf ook. Er staan tegenwoordig op diverse plaatsen op de aarde staan semi-professionele, dus echt professionele telescopen die aangesloten zijn op het internet, die volledig gerobotiseerd zijn. En die kun je van afstand bedienen en die kun je gewoon huren. Je kunt gewoon zeggen van ik wil voor de komende nacht een uur wil ik die telescoop huren voor het maken van een aantal waarnemingen. Nou, ik gebruik een telescoop uit één zo'n netwerk dat het aanbiedt. Shared Storage Observatory Network. En de telescopen waar ik veel van werk zijn een 37 centimeter, een 61 centimeter en een 81 centimeter telescoop. En die laatste twee zijn telescopen van de kaliber waar je als amateur doorgaans niet meer zo snel anders mee werkt. Dit hebben sommige Nederlandse amateurs ook al in de achtertuin staan. Maar een 81 centimeter telescoop, dan ga je echt meer naar professioneel kaliber telescopen. En dit is zelfs een professioneel telescoop. Eigenlijk voor de universiteit. Je kunt dingen huren en opnames mee maken. Nou, dat doe ik regelmatig. En dat gaat gewoon via internet. Je geeft gewoon via internet een telescoop opdracht om dan dat stukje helemaal een opname te maken met die universiteit en veel in die filters. Zo heb je er haalt op. En ik ging dat op een gegeven moment gebruiken om follow-up observaties aan near Earth asteroids. Toch weer vanuit de interesse van objecten die de aarde dicht kunnen naderen. En wanneer die near-earth objecten, en dat zijn vaak kleine objecten, van minder dan 3 meter of soms een tientallen meter groot, ontdekt te worden, dan is er meestal maar een korte periode waarin je ze kunt waarnemen, omdat ze heel snel weer te zwak zijn. En iedere positiebepaling die in de periode gedaan kan worden, is waardevol om die baan zo goed mogelijk vast te leggen. En het belang van het vastleggen van die baan is vooral heel groot bij objecten die de aarde heel dicht kunnen naderen en mogelijk een potentiële dreiging voor de aarde kunnen zijn, want ze zouden kunnen inslaan. Nou, dit is een voorbeeld, eentje van afgelopen zomer, tijdens 12LZ1. En dit zijn 4 opnames met 37 centimeter telescoop die ik over elkaar heb gelegd. 4 opnames van 30 seconden elk, dat is dus een ruimte van 5 minuten. En dit streepje wat je hier 4 dus nu ziet, is een near-earth asteroid die langs de aarde scheert. En aan deze opnames kun je metingen doen, je kunt de posities meten en die metingen geef je door aan het Minor Planet Center. En zo is de baan van dit object weer net een stukje beter bepaald. Nou, want zo'n forse
snelle objecten zijn. Dit is een ander voorbeeld. Vorig jaar, dit was een plantuur die kwam tot op 1 aardediameter, dus 1 keer de diameter van de aarde. Dat is ontzettend dichtbij. En dit is een opname, heb ik een paar uurtjes voor de dichtste nadering gemaakt. Ook weer 30 seconden belichting. Er zijn van een forse spoor getrokken in de tussentijd. Dan zat nog belangrijk voor. Dit is een andere, ook van afgelopen van een jaar geleden. Bijna precies een jaar geleden, in november 2011. En die kwam tot minder dan de maandiameter van de aarde ook. En ja, zie ik ook weer een mooi lang spoor getrokken. Nou, zo maken we een aantal van dit soort opnamen op de nacht van een object. Kijk de posities en dat doorgegeven. Behalve near-earth asteroids doe ik ook nog eens wat aan gewoon een mainbelt planetoïden. Ook daar is het soms goed om meting aan te doen, vooral van objecten waarvan de paal niet zo goed bekend is. En soms is het ook gewoon leuk om een leuk object ook nog even kloppen te zetten. In dit geval een zelfportretje. Dit is de planetoïde. Jaar geleden naar mij is gebracht. Via de Langtop. Die was toevallig afgelopen zomer in oppositie. Dus ik dacht van maak het gewoon dit. Ik gebruik de telescopen ook om satellieten waar te nemen. Dit is een geostationaire satelliet. Maar dat is een heel ander verhaal. Dan zal ik verder niet op ingaan. Dat is een heel interessant object. Dit is een van die classified objecten. Een geheim object. Sterker nog niet geweest. Geheim die er is, van een land ontkend is dat hij bestond. Dit is een clandestine lancering uit de Space Shuttle. Een militaire Space Shuttle vlucht die zogenaamde militaire communicatiesatelliet in omloop bracht. Maar ondertussen ook nog stiekem een tweede heeft in de ruimte gebracht. Een satelliet die bestemd was om andere geostationaire satellieten te inspecteren. En dan met name Russische geostationaire satellieten te inspecteren. En wie weet misschien zelfs wel te saboteren. Dat zou ook nog kunnen. Dat ding was heel lang in het gerucht, dus ik dacht dat hij zou bestaan. Maar op een gegeven moment is hij door ons amateurnetwerk ook daadwerkelijk ontdekt. Hij is niet meer actief, maar hij zit in een zogenaamde disposal orbit. Die ook ontworpen is om zoveel mogelijk uit het zicht van de voormalige Sovjet-Unie te halen. Maar hij is wel op zich wel vanuit Amerika. En ik neem er regelmatig een plaatje van om ook puur van de maandgegevens op peil te houden. Want dan heb je ook je meting aan en bouw je de baan. Goed, dat is een andere tak van sport. Maar kan je hier was je big work. Ja. Nou, inmiddels is dit werk met het werk met remote telescopes, het zelf opname maken met de telescopen op afstand. Eigenlijk bij toeval heeft dat ook weer nieuwe ontdekkingen is dat aan het opleveren. Afgelopen september gebruik maken van deze telescoop, 61 centimeter in Californië. Ik was eigenlijk deed een poging om een net ontdekte near-earth asteroid op de foto te zetten. Dan had ik al mijn twijfels of het zou lukken omdat hij een hele grote onnauwkeurigheid in de voorspelling had. En hij stond inderdaad niet op de opname, hij stond waarschijnlijk gewoon 1-2 graden verder. Maar in hetzelfde, in het beeld wat ik genomen had, en dit is maar een klein deel van het beeld, in de werkelijkheid is het zeker 4 keer zo groot, zag ik op een gegeven moment hier zo bewegen. Hey, dat ziet eruit als een plantuïde. En ik moest even checken, hey, daar wordt geen plantuïde te staan. Dus dat is interessant, dit zou een ontdekking kunnen zijn. Er was ook nog heel veel twijfel. Twee verschillende redenen. Het ene is dat de eerste positie van de vuur is eigenlijk heel slecht. Dat kan wel eens door allerlei fenomenen, en zeker in dit geval omdat hij dichtbij helder ster zit. Bovendien leek hij uit die helder ster komen. En dan moet je altijd oppassen, want dan kan het ook heel goed een reflectie van de ster zijn. Dus ik had zoiets van: dit zou een plantuïde kunnen zijn, maar ik ben voorzichtig. Niettemin, ik heb hem gemeten en uit die metingen daar kon je inderdaad een doorsnee plantuïdebaan van fitten, dus dat zag er goed uit. Niettemin dacht ik van, ik ga hem niet onmiddellijk aanmelden bij Fine Planet Center. Ik wil eerst een tweede nacht hebben van hetzelfde object. Nou, dat had ook voeten in aarde, want het werd slecht weer in het westen van Amerika. En slecht weer hield een week aan, dus pas na een week kon ik opnieuw foto's maken. En dat is tricky, want na een week is de fit die je aan het object hebt al... Dus daarom nauwkeurig dat je hem dus ook heel makkelijk weer terugvindt. En in dit geval heb ik hem gelukkig wel teruggevonden. Hij stond niet mooi netjes in het centrum van het beeldveld waar het voorspeld was. Want de voorspelling was voor ergens hier zo. En nu werd het eigenlijk hier, want dit is al de rand van de opname. Er stond al bijna niet meer op. Hier gaat hij. En het is geen mooie opname. Het staat er vrij marginaal op. Maar niettemin is hij zichtbaar en zelfs meetbaar. Dus ook dit levert er weer vier metingen op. Had mijn baanfit software in de eerste instantie wat hij niet op
4 meter kunt simuleren met de meting van een week eerder. Met een doorsnitbaan routine TGV, met een Weisselerbaan weer wel. Dus eigenlijk had ik wel zoiets van, het moet wel hetzelfde object zijn. Ook dat dit object een zeer grote afstand van de ecliptica bewoog. Dit beweegt ongeveer 40 graden van de ecliptica. Ja. Ik zie op meerdere plaatsen dit punt ontstaan. Ja, ja, laatste beeld ja. Nou, wat ik zeg, er moet hier dit op de streep in het punt. En dat is dus gewoon ruis en cosmic ray impacts op de CCD-sensor. Die sensoren, zeker de professionele, zijn zo gevoelig dat daar heel op staat. En er kunnen ook nog alle reflecties op staan. En daarom moet je altijd heel erg oppassen met dit soort dingen. En kijken, is het wel wat? Maar goed, nu bij deze tweede nacht had ik zoiets van, dit is toch wel het object. En twee nachten zijn vermoedelijk ook wel hetzelfde object. Ik heb niettemin voor de zekerheid, heb ik ze allebei een aparte code gegeven. En even als aparte object is wat aangemeld. Dat heeft het Minor Planet Center het liefst. En dan doen hun wel die uiteindelijk een link. Maar ik kreeg van hun een karterende post een mailtje terug dat hun dachten dat het hetzelfde object was. Dat betekent deze code namelijk. Dit betekent Lama 504. Hetzelfde object is als Lama 502. En enige dagen later kreeg ik van het Minor Planet Center een mailtje met. Dat betekent dat Lama 502 voortaan door het leven gegaan was. 2012 SM58. Deze code en de K12-50M staat voor de voorlopige aanduiding 2012 SM58. Ik ben verbaasd over het feit dat er veel te lang werk is in een andere richting dan de regels. Oh, het is een pijltje. Ja, het is boven. Net boven. Het is heel zwak. Zoals kijk, het is een marginale opname. Normaal, ik zal straks een betere opname van dit object laten zien, waar je veel duidelijker op staat. Die streepjes kan iedereen om. Normaal is twee nachten en een voorlopige aanduiding, maar het object staat daarmee nog niet in de Minor Planet Circulars, omdat twee nachten nog steeds niet voldoende is. Dan moet je toch een langere waardeboog hebben. Dus ik had zoiets van, ik wil nog meer nachten van het object hebben. En opnieuw kwam daar slecht weer aan. Dan waggelde de maan er ook nog even tussendoor. Maar uiteindelijk op 4 en 5 oktober, op 2 of 5 volgende nachten, kon ik het object weer fotograferen. En met die twee nachten die ik al had, was de voorspelling van waar het zou moeten staan. Die was al een stukje nauwkeuriger. Dus hij stond inderdaad aardig waar het zou moeten staan. Maar dit is de opname van een van die twee nachten. Op 5 oktober, hier zie je hem al wat duidelijker onder het streepje. Is hij al wat duidelijker gegaan. En nu waren er al 4 nachten over 2 weken. Nou, en dat is het moment dat voor de NPC ook een dusdanig grote waarneemboog is en genoeg waarnemen om dit object officieel te gaan publiceren in de Minor Planet Circulars. Dus op 6 oktober heeft hij daarin gestaan. Dit is een K12 SM58M, oftewel 2012 SM58. Mag ik een vraag maken? Ja. Die opname zit een half uur tussen, kwart tussen. Even zien, meestal gebruikt het een kwartier of 20 minuten. Dit zijn de gegevens van het object. Nou, per reden en afreden allebei voor je in het plantoïde gordel. Wat wel heel opvalt aan de inclinatie, ook aan de baanplot. Het is een object waarvoor de baanplot scheef in het zonnestelsel staat. Een hoge inclinatie. Dat is ook een van de redenen waarom het object niet eerder ontdekt is, denk ik. Dit object bevindt zich regelmatig toch vrij ver van de ecliptica, terwijl de meeste surveys die richten zich op een zone van ongeveer 20 graden aan weerszijden van de ecliptica. Terwijl dit object op het moment dat ik het ontdekte 40 graden boven de ecliptica stond in de declinatie. Een andere reden waarom het object niet eerder ontdekt is, is ook eens te zien. Toen ik het ontdekte stond hij en nabij het perihelium is volgende week. En ook nog eens in de oppositie van de aarde. En dat is natuurlijk de combinatie van de twee factoren waardoor hij op zijn helderst is. In oppositie, dus vol verlicht op zijn helderst. En ook nog eens dicht bij de aarde. En dan is het object op zijn helderst. Het heeft een omloopperiode van 4,5 jaar. Dus de volgende keer dat hij in zijn perihelium is, zit de aarde aan de andere kant. Zeg maar. Dan zit hij in onze zin achteruit de zon. Dat betekent eigenlijk dat dit object maar eens in de 9 jaar goed waarneembaar is. En dat is waarschijnlijk de reden waarom die niet eerder door andere observatoria is opgepikt. Nou, het is een vrij nominaal object, verder met een grootte van een kilometer of 2 vermoeden. Nou, inmiddels blijf ik dit object volgen, nog meer waarnemingen. Dit is een waarneming van 17 oktober van het object. Hier staat hier ook duidelijk op, zo'n grote telescoop, 81 centimeter. En
je gaat er weer. En inmiddels heb ik ook voor deze maand al wat bepalingen op de planning staan. Die zullen even wachten op helder weer. Op Mount Lemmon, om hier nog aanvullende waarneming aan te doen. Want ik wil die waarnemingboog zo groot mogelijk gaan maken. Dat was eigenlijk het begin, eigenlijk bij toeval van hoe ik deze zomer opnieuw Clantividum ben gaan ontdekken. En tegelijkertijd is dat ook nog op een andere manier aan het gebeuren, omdat ik op een gegeven moment deze zomer weer betrokken werd bij een groter, meer professioneel zoektocht naar Clantividum. En vooral gericht ook weer op near-earth asteroids, maar wat we vooral op dit moment ontdekken zijn nog vooral veel meenbeeld Clantividum. Een project vanuit Hongarije door Christian Sarnesi, astronoom en zijn medewerkers. En net als bij Spacewatch, zij nemen opnames van de hemel. We hebben eens in de twee maanden een periode van twee weken waarin we beschikking hebben over een van de telescopen van Piscistetto, de Mountain Station. De opnames worden gemaakt, die worden ook in eerste instantie automatisch uitgekeken. Om te kijken of er een project op staan die gemist zijn, zijn er drietal amateurs, deze Slowaken en ik zijn degene die daar deze opnames op kijken. Stefan, die ik goed ken, nog uit het Space Station project. En Thomas, die doet het al wat langer en die doet het sinds deze zomer. Dat betekent dat aan het begin van de nacht krijg ik van Stefan, van Christian, een mailtje van: het is helder, we gaan ervoor. En dan in de loop van de avond komen de eerste afbeeldingen bij mij binnendruppelen. Dat gebruik ik daar op de Dropbox voor. Dus dat wordt heel makkelijk om grote bestanden op die manier uit te wisselen. En die bekijk ik thuis op mijn machine en inspecteer ik voor objecten. Dat is het instrument wat we daarvoor gebruiken. De 60 cm sheet van Piscistetto. En zoals ik zei, eens de twee maanden hebben we dit instrument ter beschikking. En we hebben net in oktober eigenlijk de eerste grote run sinds ik hierbij betrokken ben. Gedaan. En daar zijn dan een aantal ontdekkingen uitgekomen. Hoeveel precies kan ik op dit moment nog niet helemaal zeggen. In ieder geval één, er heeft er eentje al in de MBS gestaan, maar daar komen er meer van. En dat heeft te maken met de manier waarop wij werken. We spelen eigenlijk vaak een beetje vals. Wij proberen de grote surveys net voor te zijn en die gebieden die hun over een week gaan op de oor gaan nemen, dat wij dat net al even doen. En we zijn ook nog eens heel lui. Dat doen we gewoon ieder stukje maar één keer. Dan hebben we één opname. En tegenwoordig, toen twee jaar geleden de regels bij de NPC veranderd zijn, één nacht alles een ontdekking. Als er maar een andere sterrenwacht is die in de loop van diezelfde oppositie het object nog voor een tweede keer fotografeert. Dus wij fotograferen gewoon en we detecteren die dingen en we wachten gewoon lekker tot een andere sterrenwacht dat ding nog een keer doet. En gaan we gewoon vals spelen. Maar wij zijn een kleine survey, we hebben kleine geld en die grote surveys, die ontdekken toch wel genoeg. Bovendien doen wij nog wat anders en dat is wel van belang. Wij proberen ook die gebieden mee te nemen die de grote surveys laten liggen. Want zoals ik al zei, die grote surveys die zijn vooral actief in de band van 20 graden rond de ecliptica. En die hele hoge declinaties, die nemen ze minder mee. Omdat de kans om daar wat te ontdekken heel klein is. Er zijn niet veel objecten met een heel hoge inclinatie. Dus vanuit een kost-batenperspectief laten ze dat er een beetje liggen. Wij doen dit wel. We hebben de afgelopen run in oktober hebben we een aantal malen zelfs op declinaties tussen 70 en de 80 graden zitten imagen. De kans dat je daar op tegenkomt is heel klein. De opnames zijn helemaal leeg. Er staan alleen maar sterren en sterrenstelsels op. Er staat helemaal niks te bewegen en door gaan zoeken. Maar mochten we daar een keer wat tegenkomen, zijn het wel heel interessante objecten. Want dan heb je het over objecten met hele hoge inclinaties. En voor belangrijk deel zijn dat ook nog de hoeken waar meer ultra-astronomie nogals heel verrassend opeens uit de voorschijn kan komen. Er zijn daarnaast ook nog de soort van declinaties waar je misschien kunt denken dat er ook nog als een komeet tevoorschijn zou kunnen komen. Dus dat is toch ook nog steeds iets wat we hier hopen dat we ook nog wat kometen mee gaan.